Wang. Dus goud voor de Verenigde Staten, zilver voor China en brons voor Noord-Korea. En hier starten Korea, dan bedoelen we Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland en Canada met hun ploegen. Canada onder andere hier de leiding nemend. De Canada met bijvoorbeeld Frédéric Blackburn. De man die 2 dagen geleden het zilver won in het individuele klassement. Maar Korea is een zeer geduchte kandidaat. Zij hebben namelijk eerder de winnaars van het goud en brons. Ki-Hoon Kim en Joon-Ho Lee in de running. Canada, hier een wissel. En dit is Laurent Daignault. Nog 39 ronden te gaan, 5 kilometer short track. En het gaat eigenlijk om de wissels, let u maar eens op. Die wissels zijn zo essentieel. Japan, net als in de finale bij de vrouwen, het laatste wiel aan de wagen. Maar natuurlijk kan je van achteruit komen. Let u eens op de wissels. Hier bijvoorbeeld, Korea en Canada jagen op elkaar. En dat is heerlijk, want dat jagen betekent ook dat de voorste zich opgejaagd gaat voelen en helemaal niet zo zeker schaatst. Hier gaat bijvoorbeeld de Koreaan erlangs. De Koreaan in eerste positie, dan het afduwen en Korea heeft de leiding. De leiding via Jae-Kun Song. Korea, dat is al het goud en het brons won in de individuele klasse race. De Koreanen kunnen het, maar met 34 ronden te gaan is er eigenlijk nog niets van te zeggen. Eén valpartij en je ligt uit de race. Korea aan de leiding, maar het gaat om die wissels. Canada in tweede positie, Nieuw-Zeeland in derde positie. Nieuw-Zeeland onder andere met die Mike McMillen, de 27-jarige Nieuw-Zeelander die vierde eindigde en dus net als Velzenboer buiten de prijzen viel, hoewel ze in de finale stond. Korea met Joon-Ho Lee. Hier laag over het ijs gaat het. En dit is de kampioen Ki-Hoon Kim. Ki-Hoon Kim. Zijn Olympische Spelen kunnen al nauwelijks weer stuk. Korea dat samen met Nieuw-Zeeland, Australië en Frankrijk uitschakelt in de halve finale. Canada en Japan gooiden de Europese landen Engeland en Italië uit de race. Nederland overigens gediskwalificeerd op het vorige WK in Sydney en daardoor niet aanwezig hier. Dat is jammer, want Nederland had natuurlijk wereldkampioen kunnen worden. Korea. Korea achtervolgd door Canada. Canada op het gaatje wachten. Dat gaatje komt er nu. En Canada is weer langs Korea. En Canada aan de leiding. Onder andere, dit is Mark Lackie, de man die Geert Blanchard uit de finale hield. En Lackie geeft over aan Michel Daignault. En nu glipt de Koreaan weer langs hem. En dat is Ki-Hoon Kim. Kim, een echte schaatsnaam in Zuid-Korea. Yeonjan Kim, die won zilver op de 1000 meter. Is overigens geen familie. En die Kims, die 2 Kims die door Velzenboer werden uitgeschakeld op weg naar de finale, die waren ook weer geen familie. Kim, K-I-M. Maar deze Kim, dit is de held van het land Korea. Dat nog altijd de leiding houdt. De overname hier op Jee-Soo Mo. Jee-Soo Mo, ook uit Seoul. En Canada in de achtervolging, wat curieus. Calgary en Seoul, de Olympische landen van 1988 in de achtervolging voor een gouden medaille. Een van de laatste die te verdienen valt. Canada kan er morgen overigens nog één halen met dit ijshockey. De spanning stijgt naar top. Nog 20 rondes, nog 19 rondes te gaan. En het is nog niets beslist. De leiding weer. Dit is Ki-Hoon Kim, de Olympisch kampioen. En hij wordt achtervolgd door Olympisch zilver, oftewel Frédéric Blackburn. En hier krijgen Japan en Nieuw-Zeeland het aan de stok. En neemt Nieuw-Zeeland de derde plaats en het brons in handen. De overname. Andrew Nicholson achtervolgd door Tsutomu Kawasaki. Die naam zorgt voor veel snelheid. Maar hier weer de stand aan kop. Korea aan de leiding. Canada in de achtervolging. Korea. Met Jee-Soo Mo, sorry. Je zou met die Mo's in verwarring kunnen raken. Joon-Ho Lee neemt over. Hij had brons, nogmaals. En hij wordt achtervolgd door Mark Lackie. Mark Lackie. Wat een heerlijke achtervolging is dit. En hier een wissel. En nu neemt Canada weer de leiding. 13 ronden voor het einde. Is dat het ongeluksgetal voor Korea? Canada aan de leiding door die slechte wissel van de Koreanen. Afgestraft door die goede wissel van de Canadezen. En Michel Daignault geeft over aan Frédéric Blackburn. En Blackburn wordt achtervolgd door Jae-Kun Song. Jae-Kun Song in de achtervolging. En dit is echt opjagen totdat je erbij neervalt. Letterlijk en figuurlijk. Dat doen die Koreanen toch sluipschutterachtig. Heerlijk in die achtervolging. Korea en Canada. Canada aan de leiding met nog 9 ronden te gaan. Korea en Canada. En Korea moet achter Canada aan. En dit is het duel tussen Joon-Ho Lee en nummer 16 Mark Lackie. Lackie weer in de race. En achter Nieuw-Zeeland aan het brons. En hier de overname. Dit is weer Ki-Hoon Kim achter nummer 14 Michel Daignault. En wie houdt het niet meer? Dat is het publiek in feite. De overname, Daignault geeft over aan Frédéric Blackburn. Blackburn wordt nu achterna gezeten door Jae-Kun Song. Jae-Kun Song probeert het nog 5 rondes. En het lijkt dat Canada gaat winnen. Gaat goud halen. De overname hier en een slordige overname bij de Koreanen. Het uitlopen van Canada. Sylvain Gagnon in de race. Sylvain Gagnon achtervolgd door Yul Chul Kwon. Hier neemt Joon-Ho Lee het weer over voor Korea. Maar Mark Lackie blijft aan de leiding. En het is nu echt overnemen. 2 rondes te gaan. De laatste overname. Slordig maar in de strijd bij Ki-Hoon Kim in achtervolging op Canada. Canada met Michel Daignault. Michel Daignault moet het afmaken. Ki-Hoon Kim. Oh, Michel Daignault valt. Ki-Hoon Kim voelt dat er nog een kans is. Ki-Hoon Kim, hij won al goud in de achtervolging op Michel Daignault. Michel Daignault loopt uit. Canada op weg naar het goud. Canada op weg naar het goud. Korea. En Michel Daignault weer een fout. Ja, hij wint Korea. And who got that? Korea, I think, by inches. Stole it on the inside. What a tremendous race that was. Meters. Canada had the pressure on all the way. The time, possibly a world record. We'll have to wait and see. It's very, very close indeed to the Koreans' 7 minutes 14.07. They did it in the first round. The Koreans celebrate a marvelous short track program. The Canadians still believe they've got a chance of gold. But only the judges can sort it out. It looked as if Korea got up on the inside. The result of the 5,000 relay for men. The result? First place. L'équipe de Corée. Korea. Korea won it. L'équipe de place. Second place. L'équipe de Canada. Canada in second place. And Japan finished third. With New Zealand in 4th place. One of the finest races of the games. One up the last bend and won by inches. The Koreans celebrate the gold medal and a new world record at 7 minutes 14.02. Ki-Hoon Kim, hij wint voor de tweede keer goud in Albertville. Korea 7:14:02, een wereldrecord. Maar het was een heerlijke achtervolging. Op 400 seconden vertroeven zij Canada af. Ki-Hoon Kim, hij won goud individueel en wint met de ploeg in de laatste secondes, in de laatste meters van deze race. Het goud. Korea 2 goud en 1 brons hebben zij overgehouden aan het short track. Canada 1 goud en 1 zilver.